Eindelijk. Pardon. Hé? Pardon. Ja, tuurlijk, hè. Walter, beetje naar rechts. Ja. Er zijn werken bezig. Zeg, wat gebeurt er hier? Dat staat u niet aan, meneer. Oh, nee. Ik wou je kalmen. Dat zijn mannenzaken, Doortje. Zeg, weet jij wel wie ik ben? Nee. Ik ben Pico Koppens, gemeenteraadslid voor Ons Belang. We meten het veld op, het wordt verkocht. Je gaat er weinig kunnen aan doen, hè, Pico. Verdikke, de smeerlap. Pico, wat zei je nou? Wat een taal, en dat voor een schoolmeester. Heb jij misschien een beter woord voor die zak van een boma? Ik ben maar een simpele werkmens, hè. Maar ik zal weten wie hierachter zit. Kun je toch niet zeggen dat ik? Nee, Dimitri. Jij zou dat niet durven, hè? Zeg, ik ga werken, hè. Gaat je mee, Dimitri? Ja, direct. Ja. Maar dat zal die pakken, hè. Waarom ik en niet een ander? Reacties aan door jou veranderen. Hallo, Boma Vleesindustrie. Ah, DDT. Ja, ik zal hem eens roepen, hè. Balthazar! Als er iemand aan de telefoon is, dan moet je meneer Boma zeggen. Ja, wat is DDT maar? Allee, meneer de Tremmerie, hè? Hallo, Dimitri. Ja, hoe is... Zegt hem zelf Dimitri. Ja. Carmen. Ga hier daar. Benutje naar Dimitri. Ja. En niet een ander. Laat die dan voor je... Ah! Zet die stofzuiger eens af. Ik hoor niet wat dat meneer de Tremmerie aan de telefoon zegt. Ja. Door jou veranderd. Maar als... Zet uw jukebox ook maar af. Mijn hoofd staat er niet naar. Ja, maar... Zeg, wat mag ik hier dan feitelijk nog wel doen? Dimitri, zeg het eens. Wat? Pico gaat rustig gevoel. Ja, maar... Maak u niet ongerust, Dimitri. Jij krijgt dat veld. He? Ja, ik ben nog altijd de voorzitter of ze dat nu willen of niet. He? Het is mijn terrein. Ik mag het toch verkopen als ik het wil. Wat? Maar zorg ervoor dat het niet verder uitlekt, hè, Dimitri. Ik heb niet graag dat Oscar dat al weet, verstaat je? Waarom ik... Die nooit verander. Waarom voed je mij uit een lange rij? Waarom ik en niet die ander? Xavier? Je bent zo vlug thuis. Zijn er niet blijven pakken? Ik heb iets. Ik ook, maar geen boterhammen met boma-worst. Ta-ta-ta-ta! Zeg, Xavier, heb ik daar twee uur voor staan koken terwijl dat jij zo te kosten doet? Nee, dat komt uit de mes van de officieren. Ja, dat hebben we twee keer eten, hè. Zalm. Ah, eet ze pot. Allee, begint maar al, want dat mag niet koud worden, hè. Zal ik dat visgedoe wel opeten? Dan hebben we morgen nog iets pot en dan smaakt die veel beter. Ja, maar dan moet ik twee... Zwijg en eet. Lekker. Xavier, ik moet iets zeggen. Ja, zwijg dan eet. Iets belangrijk. Allee, je kunt toch niet zwijgen. De DDT belde naar de bal. En weet je waar dat ze het over hadden? Nee, maar jij wel. De bal zei dat hem het voetbalveld mag verkopen als ze wint. Het veld verkopen? Allee, ik heb het maar met een half voor gehoord, hè. Precies, dat maar half zo erg is. Ja, zo achter het gat van alle man, dat vind ik toch niet schoon van de bal, hè. Nee, hè.
Waar moet Pascal en Oscar leven met een dochter die niet weet wat ze wil? Allee, is ze weer een talencursus gaan volgen in Dardenne? Zo'n rijke stinker die een broodwinning afpakt. Ah. Ja, maar Oscar vermoordt een bal als hem dat hoort. Oh. We moeten de bal tegenhouden. Hoe hadden we dat doen? Chantage? Chantage? Jij gaat daar niet meer kuisen en zal om een rap van gedacht veranderen. Oh, Xavier kan toch overal kuisvrouwen krijgen? En veel goedkoper als ik. Nee, nee, we hebben dat geld nodig. En erbij, zo kan ik nog iets te weten komen, hè? Ik moet die gangster tegenhouden. Zijn dat voor manieren, zeg? Een foefelaar? Ja, en foefelen, dat kan hem zo nu. Oh, Xavier, ben ik toch blij dat ik met u getrouwd ben? En niet met een bal, ja, hè? Ja, zo, hè? Oh, kom eens hier. Kom, pak mijn schoen vast, mijn boeferka. Ja, maar ik ben nog aan... Pak mij vast, zeg ik. Oh, hè. Oh, hè? Ja, ja, ja. Ik heb het, mijn poezemoefke. Ik heb het. Xavierke gaat dat oplossen. Vertelt me een held. Xavierke gaat dat alleen oplossen. Ja? Je moet de juiste mensen kennen. Oh, Pascal. Zeg, heb je dat al gehoord van die verkoop? Oh, krijg je een transfer, Pico? Oh, nee, je hebt die landmeters toch gezien vanmorgen? Ze gaan hier alles verkopen. Verkopen? Ja, ik ben er zeker van. Straks verkopen ze hier alles. Oh, alles? Alles. Het veld. Uw kantin misschien ook. Oh, allee, wie wil er nu zo'n terrein kopen hier? Wat kun je daar nu mee doen? Oh, ik weet het niet. Appartementen zetten of een fabriek. Pascal, je moet iets doen. Ja, maar ik geloof dat zomaar niet. Zonder dat Boma ons iets gezegd heeft. Is Oscar hier? Pico, alsjeblieft, zeg toch maar niks tegen Oscar. Want als ze me doort, dan vermoordt een Boma. Ja, zeker na heel die affaire. Enfin, ja. Ja, na die affaire bedoelt je. De kampioen had het toen direct moeten doen. Ah, Xavier, zeg. Heb je al gehoord van die verkoop? Ja, ik moet eerst die staanlamp repareren. Pascal, hè? Welke staanlamp? Ah, wel in de living. Maar heb ik daar geen in de living? Jawel, die nieuwe. Maar heb ik geen nieuwe? Ah, wel, dan zal het die jou zijn, hè? Ja, maar... Ah. Zeg, Oscar. Ja. Heb jij iets gezegd tegen Xavier voor een nieuw staanlamp? Nieuw staanlamp? Ja. Nee. Zeg, Pascal, waar liggen die keukenlamp toch? Zie jij hier een nieuw staanlamp staan? Shhh. De bal gaat het veld verkopen. Het schijnt, ja. O, weet je dat al? Oh, ja. Heb daar al eens aan gedacht wat er met het café gaat gebeuren? Ja, dat hangt er vanaf, Xavier. Hoe? We gaan hem toch weer niet laten doen, zeker? Of gaat hem toch weer laten doen? Zeg, Xavier, alstublieft, hè. Je bent er dus tegen. Ja, maar ik geloof dat allemaal niet. Zeg. Maar zeg niks tegen Oscar, hè. Oh, want Oscar, die vermoordt een bal als me door. Oh, je weet het. Pascal, ik heb een plan om Boma... Pascal, ik vind die proper keuken aan het doeken niet, hè. Oh, zie, die is in de kast, schatteke. Zeg, dat is al wat dat eraan is. Allee. Voilà. Wel, hè. Merci voor de reparatie, Xavier. Is dat een staallamp? Actie, actie, dat is de enigste oplossing. Oh, Carmen, zeg, heb je al gehoord van die verkoop? Straks, ik moet eerst Pascal haar nieuwe microgolf zien. Amai, Pascal, we zullen de kosten gedaan. Mijn nieuwe microgolf? Wat doe jij hier? Ja, dat is een goede vraag. Wel, het is hier spreekuur, zeker? Ja. Zeg, Pascal, ik kan die keuken natuurlijk wel ergens niet vinden. Hij wil ziet daar, dan is onder de kast daar. Luister. Ik wil mij daar nu niet mee moeien. Hè? Kom jij ook over het veld klappen misschien? Hoe weet jij dat? Ja, je bent niet de eerste. Pico heeft daar ook al over bezig geweest. Oh, Pico, daar verschiet ik niet van. Oh, nee. Oh, zeg. Maar heb je al eens nagedacht wat er met je café gaat gebeuren? Ja, we zullen wel zien, hè, Carmen. Ja, maar van wat ga jij leven? Met een dochter die zoveel geld kost. Ja, we zullen wel zien, hè. En laat ons bieken erbuiten. En Oscar? Die vermoordt een bal als hem dat te weten. Carmen, zeg niks tegen Oscar, hè. Want, ja, die vermoordt een bal als hem het te weten komt. Pascal, we moeten iets doen. En wij zijn de enigste die verkoop kunnen tegenhouden. Ah, ja? Ja. Allee, ik ga nu zelfs meer vertellen. Jij bent de enigste die verkoop kan tegenhouden.
Hietje? Allee, Pascalke. Vrouwen moeten toch af en toe eens extra vriendelijk zijn tegen bepaalde klanten. Ben ik vriendelijk tegen iedereen, Carmen? Oh ja, jij wel. Maar de bal niet. En tegen u is hem nog altijd heel vriendelijk. Carmen, dat is voorbij. Ja? Ik hoor hem nogthans dikwijls zuchten. Zo. Oh. En dan zegt hem zo... Carmenneke, ik kan er niet over, hè. Oh, serieus? En zegt hem dat zo? Oh, je mag er zeker van zijn. God, dat wist ik niet. Ja. Pascal, ja. We moeten er alleen voor zorgen dat Oscar niks te weten komt. Je gaat hem dat toch niet vertellen, hè? Lange niet. Vrouwen die moeten elkaar helpen. Ja, dat zou moeten, ja. En als jij nu eens zou helpen, dat een bal dat veld niet verkoopt. Vertel het eens. Nee, ik kan daar niks over vertellen. Ik moet nog een paar details regelen. Zeg maar jij met uw actie. Ja. Je moet de juiste mensen aanspreken. Ja, flauwerik. Pico, je hebt gelijk, jong. Geen woorden, maar daden. We moeten Boma onder druk zetten. Goed gesproken, Marcel. We moeten Boma onder druk zetten. We organiseren een groene actie tegen Boma. Ja. Morgen verzameling hier voor het café. Goed. En ik ben Mark van Radio Hallo. Miljarden, miljarden, miljarden. We vinden dat ook schandalig, kampioen. Alles gebeurt hier achter mijn rug en ik weet hier nooit van niks. Oh ja, maar nee. We wilden het u zeggen, ze. Ja, dan ga je me soms vertellen waar ze die keuken al toe gelegd heeft. Zeker van? Heb jij weer vakantie, Pico? En Oscar is ook in Koolzee, zeker? Ah, hier is ze, onze voorzitter. En wat zal het zijn, meneer de voorzitter? Hetzelfde? Ja, geeft hem iets anders, kampioen. Want alles wordt anders. En meneer de commerçant. Hoe anders? Hé, hey, je weet van niets zeker? Wat valt er hier te weten? Oh, helemaal niks, natuurlijk. Wat ik wel weet, hè? Dat is dat die proper keukenhanddoeken niet op hun plaats liggen. Heb je al eens in het waskot gekeken, schat? Godverdomme. Oh, meneer de voorzitter weet niet dat hij het veld gaat verkopen. Dat weet ik ervan. Pascalke geeft die mensen ook iets, hè. Zo moet een echte voorzitter spreken, zeg. Ja, op de kampioenen. En op mijn rekening, vanzelfsprekend. Op de kampioenen, als we nog een veld hebben. Ja, maar het terrein moet hoe dan ook zijn beste bestemming krijgen, hè? Het café zal daar hoe dan ook goed bij varen. Ik wil een duidelijk antwoord, Paul. Maar, Pico, jongen, sta toch een keer met uw twee voeten op de grond. Bijworsten zouden ook niet verkopen, of niet beter verkopen als ik er alleen maar goed vlees zou induwen. Dat was een slecht voorbeeld. Dat was een heel goed voorbeeld. Hé, mama. Als een bal zijn voordeel doet bij de kampioenen, hè, dan verzet hij zich tegen die verkoop. Maar komt die verkoop een beter uit, dan wordt dat café hier een... Pico! Een tennisclub. Dus Pico, gaat je tennissen? Dat zou nog iets voor u zijn, hè? Een tennisclub sponsoren. Mijn gedacht. Balthazar, ik zou eens iets moeten vragen. Uw gedacht over mijn staanlamp. Mijn gedacht? Ja, maar zeg, Pascal, luister. Oscar, ja. Geeft mij eens een filtertje. Ja, momentje, hè. Ja, en voor Xavier ook in. Ja, Xavier? Ja, een filtertje. Oscar, een fruitzakje. En een buikpintje. Is dat uw staartlamp? Je kreeg het daar warm, hè. Ja, die Pico, die kan toch aan mijn tand doen, hè, zeg. Oh, dat is jong, hè. Ik mag daar niet aan denken dat ik nog 20 jaar met die vent moet voortdoen, hè. Oh. Ja, dat is veel, 20 jaar. Ik ben ze al 2 keer gepasseerd, Pascalke. En Balthazar, wat ga jij van uw volgende 20 jaar maken? Oh, waar van tijd, denk ik daar wel eens aan, maar... En wel, ik ook. Zouden we dan toch nog hetzelfde denken, Pascal? Wel, dat weet ik niet. Een vrouw, hè, die heeft tijd nodig om daarachter te komen. Pascal, die jonge zottekes dingen zijn niet meer voor ons. Oh, nee, natuurlijk niet. Zeg, Balthazar.
Maar ik zou het toch wel heel erg vinden, moesten we elkaar niet meer kunnen zien. Ah ja, het veld misschien verkocht, het café misschien dicht. Dan kunnen wij elkaar misschien nooit niet meer zien. Nooit niet meer. Ja. Dat begrijp je toch ook wel, hè? Pascalke, wat wil je daar nu mee zeggen? En eigenlijk, Balthazar, die voetbalploeg, eigenlijk is dat heel mijn leven. Ja? Ja, dat is een groot stuk van mijn geluk. Ja. En dat ga jij toch niet kapot maken, hè? Jij toch niet, hè, Balthazar? Maar het gaat om veel geld, hè, Pascal? En is geld dan alles voor u? Nee, maar ik... Balthazar, wilde daar nog eens over nadenken? Hè? Wilde dat doen? Voor mij? Pas op. Ja, je hebt gelijk, Pascalke. Een mooie staarlamp zou hier niet mee staan. Maar je moet er de plaats voor hebben, hé, Balthazar. Je bedoelt centen zeker? Ik moet iets zeggen. Doortje. Zeg, weet je dan? Uwe Pico gaat veel redden, hè? Natuurlijk weet ik dat. Het is weer mijn Pico die het zal organiseren, hè. Zeg, Xavier. Jij doet toch mee? Ja, maar ik heb zo mijn eigen oplossing. Ja, ik kan er zelf nog niet goed aan uit. Zeg, Pico. Ja? Ik denk toch niet dat dat zo'n goed gedacht is van hier politiek in te mengen. Zo. En de bal dan? Dat is geen politiek zeker? Dat is niet hetzelfde. Allee, Carmen. Het is precies dat jij er tegen bent omdat Pico een keer een goed gedacht heeft gehad. Nou, mijn Xavier kan toch ook eens een goed gedacht hebben? Ja? Sure. Van zijn eigen? Nee, Carmen, jij zei tegen omdat jij gaat kuisen bij de bal, dat is het. Ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè? Maar waar moeide jij nu feitelijk mee? Waarom doet jij maar op? Ik zeg nu dat Oscar niet zou zien. Oscar! Oh, wat is. Waar is Oscar? Ja. Balthazar, bedankt voor je advies over mijn nieuw staanlamp. Oscar, zoek jij nu nog altijd naar die handdoeken? Oscarke begint niet, hè. Zeg. Ja. Ja. Wat is het er allemaal over die staanlamp? Oh, daar begrijpt jij toch niks van. En de bal wil zeker. Bonjour. Pascal, wat zijn van de staanlamp? Hij heeft ze goedgekeurd, geloof ik. Ah, Pascal. En jij? Doe jij mee of hoe zit het? Zeg, de bal heeft u toch niet omgeklapt, hè? Pico, stil, Oscar. Oh, kom, Doortje, we zijn hier weg. Stel hier op. Marcel, actie. Oké, actie. Ah. Ik bel direct Mark van Radio Hallo. Oscar, actie. Geef voor ons nog eentje. Oh. Allee. Allee, schatteke. Oh, actie. Een soepeke. Ah, Dimitri. Zeg, wat zit je aan het doen? Dat zie je toch? Zeg, je staat erop. Allee, je zou het beter helpen om dan een keer op te hangen. Maar toch niet mijn garage, zeker? Om te drogen, hè, Dimitri? Maar Doortje, dat kun je toch niet doen? Hier tegen, kom. Nee, Doortje, dat... Aan dat nageltje. Balk! Dimitri! Ga binnen. Ga zitten, Balthazar. Ga zitten. Waarvoor ik kom? Ja. Een tasje koffie? Nee, dank u. Een koekje? Nee, dank u. Toch last van uw maag, zeker? Maar nee. U benauwt het toch niet? Ja, maar... Mag ik nu eens iets zeggen? Ach, wou je iets zeggen, ja. Normaal zouden we de 10e naar de notaris gaan voor de verkoop van dat veld daar al zeker. Ja. Het zal niet gaan. Je moet die dag toch niet trouwen, zeker? Nee, ik moet er eens over nadenken. Over trouwen? Nee, over dat veld. Ja, maar beloofd is beloofd, hè? Ja, het terrein is nog altijd van mij, Dimitri. Dat jij een man van uw woord waard. Absoluut. Maar ik wil... Je wilt meer geld?
Ah, nee? Maar van Boom, ik heb dat veld nodig. Ik wil daar een schoon garage zitten met zo'n grote oprit. Dat is mijn droom van dat ik nog maar zo groot ben. Daar kun je toch niet tegen zijn? Ja, maar ik ben daar ook niet tegen. En uw woordje, ik heb al mijn geld vrijgemaakt. Weet je wat ik nu ga verliezen? Dimitri, je moet niet zo aandringen. Ik moet er nog eens over nadenken. Dat kun je toch niet maken, alsjeblieft. We houden die. Red het veld. Weg met Boom. Maar gij zit de man van uw woord, gij. Dat is Doortje, hè? Ja, dat zie bij de ogen ook. Achter bij de rug zet jij tegen mij. Nee, die schildert dat hier omdat ze thuis geen plaats heeft. Ah, jij laat dat hier gebeuren. Bij mij vlog ze aan de deur, hè? Ja, maar ze doet haar werk zo goed. Ah, maar dat verandert dan. Was dat Dimitri? Dat is... In die omstandigheden zal toch mijn maag zijn. Ja, te veel worst te eten? Maar ik is naar uw privé. Tuurlijk, zeg. Ga maar. Rustig, ja. Hier. Doortje, ja? Je ziet wat er van komt, hè? Wat? Wat, hè? Ik zou moeten zeggen, Doortje, daar is de deur. Als daar de deur is, hè, dan zal ik een keer een boekje open doen over uw zwart geld. Kijk, elke keer met Dimitri. Ik moet door. Red met een D, Jan. Het, veld, ja. Ook met een D. Dan uitroepteken, ja. Boma, buiten. Straks, Doortje, Balthazar! We moeten nog klappen! Sir! Hey, Boma! 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 Hey, Boma! Boma! Dimitri. Je hebt dat veel beloofd, Boma. Ja, in deze omstandigheden... Zeg, wat is dat hier allemaal? Kom, ik smeer u een jaar gratis. DTT doet open of zullen we niet een deur? Ik moet denken... 2 jaar. Ik moet denken aan het algemeen belang. 3 jaar. Dimitri, als zij weten dat jij de koper van Veldje, dan kunnen nu beter de kliniek verwittigen. Wat? Balthazar, jij hebt gisteren iets vergeten in de kleedkamer. Oh? Allee, DTT doet open of ze breken de boel af. Boma, buiten! Boma, buiten! Boma, buiten! Mannekes, het is mijn sluiting, zeg vandaag. Waar is Boma? Dimitri, heb jij Boma gezien? Ik had hem vast en hij is ontsnapt. Ja. Ah. We zullen hem wel vinden, hè, mannen? Ah. Ja, laat kalm, hè. We zijn er niet thuis in de broes, hè. Waar voet in het thee! Voet in het thee! Voet in het thee! Zeg, maar vertel nu, zomaar, welke kans zal ik nu eigenlijk? Ik sta met u. Ja? Ja? Tournee-generaal? Tournee-generaal? Ja! Je kreeg het weer warm, hè, Balthazar? Maar die mannen zijn zot, hè? Jawel. En wat gaat u nu doen? Ik weet het niet. Is zo moeilijk om te kiezen. Het gaat om veel geld, hè, Pascal. Ik weet, Kik, wat jij nodig hebt. Wat jij nodig hebt, hè? Dat is dat heel die voetbalploeg weer achter u staat. En dat jij in uw ogen weer een echte voorzitter bent. Dat heb jij nodig. En daarom, in Balthazar, moogde jij dat veld niet verkopen. Eerst beloven. Boma laat niet met zijn voeten spelen. Balthazar! Wat
natuurlijk. Nee tegen het geld. Ja voor het veld. Nee tegen het geld. Ja voor het veld. Blijf tevreden. Nee tegen het geld. Ja voor het veld. Nee tegen het geld. Ja voor het veld. Blijf tevreden. Nou, mag ik even de raad? Dat kan het niet. Rustig. Rustig. Moment. Blijf tevreden. Beste vrienden. Onze voorzitter gaat nog eens iets zeggen. Ja. Misschien kunnen we nog eens lachen. Ja. Merci, Pico. Blijf tevreden. Er wordt achter Boba zijn de rug geroddeld. Er wordt van Boba beweerd dat hij een geldwolf is. Maar dat is toch niet waar? Allee, Boba steekt zijn geld in Radio Hallo. Boba steekt zijn geld in de Streekrant. Boba steekt zijn geld in FC De Kampioenen. Nog altijd. Is dat slecht? Nee, dat is zeker niet slecht. Integendeel. Daar wordt iedereen beter van. Allee. Er wordt van Boba gezegd dat hij geen hart heeft. Haha. Hoeveel keren heb ik hier al de tournée-generaal gegeven? Voor iedereen. Er wordt van Boba gezegd dat hij alleen aan zichzelf denkt. Ja, te veel is te veel, hè? En trof is trof. Het voetbalveld is nog altijd van mij. En daarom zeg ik hier en nu... Het voetbalveld wordt niet verkocht. Ja! Javier, ziet u dat je dat moet aanpakken? Ik wist wel dat hem zou bijdraaien. Als mijn Pico er niet was, hè? Dan had Merk Xavier dat in orde gekregen. Oh, dat is joh. Misschien. Moet ik ook nog iets zeggen, Dimitri? Nee, niks. Een beetje een valling. Wij weten hoe het in elkaar zit, Pascal. De juiste mensen aanspreken. Oeh, dat heb jij. De juiste mensen aangesproken. Zeg Pascal, wil je feitelijk Oscar in buiten gooien? Ik heb hem naar de macro gestuurd met een hele grote boodschappenlijst. Is die... Ja, maar heeft zij? Ja, het is goed, Xavier. Pascalke, jij weet wat ik nodig heb, hè? Een frisse sloeber, zeker? Meneer Boma. Zeg, meneer Boma, vertel ons nu eens welke schurk dat veld eigenlijk ook koopt. Ja, dat wel. Zeg, wat is dat hier allemaal? Het is sluitingsdag vandaag, hè? Nee, maar we waren toevallig in de buurt en... Ik had toevallig allemaal grote dorst, zeker. Maar kom, ga mee buiten naar de auto, de boodschappen uitladen. Schat, heb je alles gevonden? Ja, hier ze. Wat is dat? Keukenhanddoeken. 100 stuks. In sterraanbieding. Ah, nu ziet je waar het geld zit. Ja. En dan nog eens iets. Vanaf nu wil ik niet meer dat hier nog dingen achter mij naar rug geregeld worden. De welke de dingen elkaar. Momentje. Thank you.
Pardon. Huh? Pardon. Oh ja, tuurlijk. Ja. Walter, een beetje naar rechts. Ja. Er zijn werken bezig. Zeg, wat gebeurt er hier? Dat gaat u niet aan, meneer. Oh nee. Dat zijn mannenzaken, Doortje. Zeg, weet jij wel wie ik ben? Nee. Ik ben Pico Koppens, gemeenteraadslid voor Ons Belang. We meten het veld op, het wordt verkocht. Je gaat er weinig kunnen aan doen, hè, Pico. Verdikke de smeerlap. Pico, wat zei jij nou? Wat een taal, en dat voor een schoolmeester. Heb jij misschien een beter woord voor die zak van een boma? Ik ben maar een simpele werkmens, hè. Maar ik zal weten wie hierachter zit. Kun je toch niet zeggen dat ik? Nee, Dimitri. Jij zou dat niet durven, hè? Zeg, ik ga werken, hè. Gaat je mee, Dimitri? Ja, direct, ja. Maar dat zal die pakken, hè. Waarom ik en niet een ander? Hallo, Boma Vleesindustrie. Ah, DDT. Ja, ik zal hem eens roepen, hè. Balthazar! Als er iemand aan de telefoon is, dan moet je meneer Boma zeggen. Ja, wat is DDT maar? Allee, meneer de Tremmerie, hè. Hallo, Dimitri. Ja, hoe is het? Zegt hem zelf, Dimitri. Ja. Carmen. Ik ga hierdaar zien. Een minuutje naar Dimitri. Ja. En niet een ander. Laat die dan voor die... Ah! Zet die stofzuiger eens af. Ik hoor niet wat dat meneer de Tremmerie aan de telefoon zegt. Ja. Voor jou verander. Laat ons. Zet uw jukebox ook maar af. Het hoofd staat er niet naar. Ja, maar... Zeg! Wat mag ik hier dan feitelijk nog wel doen? Dimitri, zeg het eens. Wat? Pico gaat rustig voor. Ja, maar... Maak u niet ongerust, Dimitri. Jij krijgt dat veld. He? Ja, ik ben nog altijd de voorzitter of ze dat nu willen of niet. He? Het is mijn terrein. Ik mag het toch verkopen als ik het wil. Wat? Maar zorg ervoor dat het niet verder uitlekt, hè, Dimitri. Ik heb niet graag dat Oscar dat al weet, verstaat je? Waarom ik die nooit verander? Waarom koos je mij uit een lange rij? Waarom ik en niet die ander? Xavier? Hm? Je bent zo vlug thuis. Zijn we niet blijven pakken? Ik heb iets. Ik ook. Maar geen boterhammen met bomaworst. Ta-ta-ta-ta. Zeg, Xavier. Heb ik daar twee uur voor staan koken terwijl dat jij zo te kosten doet? Nee. Dat komt uit de mes van de officieren. Ja, dat hebben we twee keer eten, hè. Zalm. Ah, hutsepot. Allee, begint maar al. Want dat mag niet koud worden, hè. Ja. Zal ik dat visgedoe wel opeten? Dan hebben we morgen nog iets pot en dan smaakt die veel beter. Ja, maar dan moet ik twee... Zwijg en eet. Lekker. Xavier, ik moet iets zeggen. Ja, zwijg dan eet. Iets belangrijk. Allee, je kunt toch niet zwijgen. De DDT belde naar de bal. En weet je waar dat ze het over hadden? Nee, maar jij wel. De bal zei dat hem het voetbalveld mag verkopen als ze wint. Het veld verkopen? Allee, ik heb het maar met een half oor gehoord, hè. Precies, dat dat maar half zo erg is. Oh, zo achter het gat van alle man, dat vind ik toch niet schoon van de bal, zo. Oh. Nee, hè. Waar moet Pascal en Oscar leven met een dochter die niet weet wat ze wil? Nu ze weer een talencursus gaan volgen in Dardenne.
Zo'n rijke stinker die je broodwinning afpakt. Ah. Ja, maar Oscar vermoordt een bal als hem dat hoort. Oh. We moeten de bal tegenhouden. Hoe hadden we dat doen? Chantage? Chantage? Jij gaat daar niet meer kuisen en zal om een rap van gedacht veranderen. Oh, leuk. Xavier kan toch overal kuisvrouwen krijgen? En veel goedkoper als ik. Nee, we hebben dat geld nodig. En erbij, zo kan ik nog iets te weten komen, hè? Ik moet die gangster tegenhouden. Zijn dat voor manieren, zeg? Een foefelaar. Ja. En foefelen, dat kan hem zo nou. Lachen. Oh, leuk, Xavier. Ben ik toch blij dat ik met u getrouwd ben? En niet met een bal. Ja, zo nou. Oh, kom eens hier. Kom. Pak mijn schoen vast, mijn boeferka. Ja, maar ik ben nog een... Pak mij vast, zeg ik. Oh, nee. Oh, hè? Ja. Ik heb het, mijn poezewoefke. Ik heb het. Xavierke gaat dat oplossen. Vertelt me een held. Xavierke gaat dat alleen oplossen. Ja? Je moet de juiste mensen kennen. Pascal. Zeg, heb je dat al gehoord van die verkoop? Oh, krijg je een transfer, Pico? Oh nee, je hebt die landmeters toch gezien vanmorgen? Ze gaan hier alles verkopen. Verkopen? Ja, ik ben er zeker van. Straks verkopen ze hier alles. Oh, alles? Alles. Het veld. Uw kantine misschien ook. Oh, allee, wie wil er nu zo'n terrein kopen hier? Wat kun je daar nu mee doen? Ik weet het niet. Appartementen zetten of een fabriek. Pascal, je moet iets doen. Ja, maar ik geloof dat zomaar niet. Zonder dat Boma ons iets gezegd heeft. Is Oscar hier? Pico, alsjeblieft, zeg toch maar niks tegen Oscar. Want als ze me doort, dan vermoordt een Boma. Ja, zeker na heel die affaire. Enfin, ja. Ja, na die affaire bedoel je. De kampioen had het toen direct moeten doen. Ah, Xavier, zeg. Heb je al gehoord van die verkoop? Ja, ik moet eerst die staanlamp repareren. En Pascal, welke staanlamp? Ah, wel in de living. Maar heb ik daar geen in de living? Jawel, die nieuwe. Maar heb ik geen nieuwe? Ah, wel, dan zal het jou zijn, hè? Ja, maar... Ah. Zeg, Oscar. Ja. Heb jij iets gezegd tegen Xavier voor een nieuw staanlamp? Nieuw staanlamp? Ja. Nee. Zeg, Pascal, waar liggen die keukenlampen weer? Zie jij hier een nieuw staanlamp staan? Shhh. De bal gaat het veld verkopen. Het schijnt, ja. Oh, weet je dat al? Oh, ja. Heb daar al eens aan gedacht wat er met het café gaat gebeuren? Ja, dat hangt er vanaf, Xavier. Oeh, we gaan hem toch weer niet laten doen, zeker? Of gaat hem toch weer laten doen? Zeg, Xavier, alstublieft, hè. Oh, je bent er dus tegen. Ja, maar ik geloof dat allemaal niet. Zeg, maar zeg niks tegen Oscar, hè. Oh, want Oscar, die vermoordt een bal als me door. Oh, je weet het. Pascal, ik heb een plan om Boma... Pascal, ik vind die proper keukenhanddoeken niet. Oh, zie, die is in de kast, schatteke. Wat zijn